Nummer 2. Ik hijg in je nek. Hoppa. Dit zijn de Raafjes. Hoi, je kijkt naar een leuke aflevering van De Raafjes. En vandaag spelen we één van mijn favorieten, terwijl we kletsen over van alles en nog wat. Niet te vergeten de geweldige prijzen die te winnen zijn van Ravensburger. En vandaag, in deze aflevering, Betoverde Doolhof. En wat is een talkshow zonder gasten? Vandaag broertje en zus Victor en Claire. Welkom! Hallo. Ja, even zwaaien. Gewoon hallo allemaal. We zijn er eindelijk. Hebben we er een beetje zin in? Ja. Ja. Enorm veel zin in? Ja. Oké dan. Goed geslapen ook? Ja. Gewoon helemaal alles is top? Ja. Maar jij zit op... Pixelboom. Ja, denk een spellensport. Je zit op schaken, toch? Na school. Na school? Vrijdag. Dan zit je op schaakles? Ja. En jij, wat vind jij heel erg leuk? Ik zit op hockey en op piano. Maar ik heb ook gehoord dat jij helemaal gek bent van cavia's en ratten. Ja, misschien krijgen we er nog 6 cavia's bij. Hebben we 9? Maar een hond hebben we, een dwergpoedel. Hoe heet de dwergpoedel? Bella. Bella. En ze is 10 jaar. Oh. Waar ook beestjes en andere figuren te zien zijn. Ja. De Betoverde Doolhof. Ze zijn ook wel een soort van beesten. Yeah. En jullie hebben dit zojuist al mogen unboxen. Ja. En wij gaan eens even kijken hoe dat ging. Een soort poppetje wat op een kat lijkt. Ja, en hij heeft heel veel gangetjes. Ja, en een einde en ook een in het midden, zodat je iets vindt. Een toverdrankje. Niet schuiven. Niet schuiven, gewoon lopen. Oh, die zit vast, snap ik wel. Oh, ik mag niet spieken, sorry. Ik was al helemaal... 2 kaars. Hebben jullie een voorkeur voor een pionnetje waar jullie willen spelen? Kaboutertje. Of... Dit is een rood duivelsmeisje. Een katje. Maar ik heb wel begrepen, jullie hebben een jonge broertje, nog een kleine baby. Die houdt jullie niet wakker met huilen? En... Nee. Zoete, lieve, rustige baby. En doen jullie ook al verschonen zo? Nee, als de moeder en vader nog. Oh, maar heb je zoiets van laat mij maar een keer doen of denk je drollen? Nee, we doen het niet. Maar hoe heet hij? Philip. Philip, wat een leuke naam. Soms heeft hij groene poep ook. Groen? Ja. Hoe kan dat denk je? Ja, hij eet soms groene dingen. Ja, want hij kan wel broodjes eten. Oh, hij zit al aan de groentehapjes. Ja. Dan wordt het echt stankie, heb ik begrepen. Ja. Hè? Daarvoor is het nog allemaal... 5,5 maanden. Nou, dan ga je 5,5 maanden. Dat riekt wel. Alleen wie begint er? Niet. Zo, ik leg het gewoon neer hoor, jongens. Ik kijk niet. Het gaat zoals het gaat. Laat het doolhof maar werken voor je. Ja. Ja. Nou, ga je lopen? Oh, ik kan niet lopen. Je kan een stukje. Ik kan dit lopen. Je kan iets. Even kijken, waar moet ik helemaal heen? Natuurlijk moet ik naar een hele andere kant, zeg. Het is niet in mijn voordeel, jongens. Je kan hem eentje schrijven, dan kan je wel een stukje verder. Weet je, ieder stukje is een stukje. Cavia's, ik heb wel begrepen dat cavia's zijn hartstikke gevoelig voor tocht en wind. Ja, we hebben best wel een groot balkon en dan gaan ze... Nu zitten ze beneden op het balkon en boven een even groot balkon en dan krijgen ze boven het hele balkon. Zitten ze buiten? Ja. Ik had er vroeger ook één. Had ik me één nachtje had ik het hok op de grond gezet. Volgende dag, cavia, verhard. Nee, die zitten eerst binnen. Maar nu, toen waren het er 2. Maar nu zitten ze buiten. Want de één is van het balkon gevallen in de zomervakantie. Ja, en hoe ga je lopen? Of je gaat gewoon niet lopen? Je wacht gewoon precies daar. Totdat er... Oh, dat is jouw tactiek. Gewoon kijken wanneer er... Je kan ook echt verdwalen, hè, zo'n doolhof. Zijn jullie wel eens verdwaald?
dat je in de supermarkt was en dat je dacht, waar is mijn moeder? Dat doe ik expres soms zelfs. Je, af en toe ga je ook weg ervan? Ja, dan doe ik expres en dan ga ik weer terug. En raakt je mama dan in paniek of ze weet al wat je grappen en grollen zijn? Hond, cavia's en hopelijk een rat. 6 vissen hebben we ook al. Oh, gunstens. De vissen heten Coco, Caroline, Maan en Diksel. Diksel? Ja, Dikzak. Dikzak. Ja, hij is heel dik. Hij is zo dik. Niet waar. Oké, ik ga hier... Je moet eerst nog schuiven, toch? Of je gaat gewoon nog? Nee, ik heb de goede nu. Ze lopen nooit weg. En eentje, we lopen wel weg, maar daarom mogen de, dus die de andere mochten, mogen. De ene mag in de bosjes, maar dat komt omdat die heeft dan een... Ik hoor veel onderliggende dingetjes met de beestjes in de buurt en alles. Zo, daar mag. Ja, dank je. Oké, top. Even kijken, ik moet een nieuwe pakken. Ik ga niks vertellen. Hoe zou ik hem ook eigenlijk een nieuwe pakken? Ah, goeie. Nummer 2. Ik hijg in je nek. Het is even vervelend dat dit gebeurt nu. Hm? Ik doe je nu even eraf. Hm? Is dit een pijnlijk moment voor jou? Moet je mij eraf doen? Ja, blijkbaar... En dan sta je hier nu. Dan sta je daar. Oh, ik ben echt... Ik doe het niet expres, maar het gaat wel heel lekker nu. Ik mijn eerste ding. Ik wil het niet, ik wil het niet. Ja, ga het nog doen. Claire, Victor, ik wil dit niet. Ga. Ik wil het wel. Oké. Okay. Is niet leuk. Niet leuk. Het is wel leuk. Want ik heb de sleutels. Oh jongens, hou me tegen. Hou me tegen nou. Okay. Dit is voor jou goed? Nou, voor mij ook. Want ik loop in één keer naar de draak. Denk na, Nienke. Denk na. Bring him home. Jullie zijn nu. Ik ben klaar met... Ik ga Claire helpen. Werken jullie nu samen? Zie ik dat nu een beetje gaan? Of is het teamwork? Nou, echt waar jongens. Hou dit vast. Dit hoor je zelden. Dan zet je gewoon daarin. Schuif hem gewoon in je voordeel. Hoppatee, je staat er. 2 punten in de pocket. Heerlijk. Die kan je ook andersom zetten. Deze kan je ook zo zetten. Ja, oké, ik zet hem zo. Zo, oh, helemaal overenthousiast. Oh, jongens. Oh, daar gaat ze. Oh, in 1 rechte lijn naar... Wat denken jullie? Spookje niet. Wel! Ja, wie is er nu? Ik moet wat vertellen. Ook al was ik wel echt vliegensvlug. Ik had het zelf niet verwacht. Maar de winnaars van vandaag, dat zijn jullie natuurlijk. Ik heb voor jullie een geweldig prijzenpakket. Van Ravensburger, want 's avonds spelen jullie veel spelletjes, zei je. Jullie kunnen jullie lol niet op met dit pakket. Pak aan voor jullie. Lekker elkaar verslaan, plezier hebben. Vink denkt, ik ben er klaar mee, de groeten. Maar voordat je weggaat, ongemakkelijk langs mij doen we. Heel erg saai, hè? Helemaal lamar, daar krijg je van. Ja. Zullen jullie ook vriendinnen blijven totdat jullie groter zijn? Ja. Nee! Ik kan toch nooit kijken. Hij is een nep hoor. Oh, hij lijkt heel echt.